Hey, geliefde van God, welkom bij deze podcast. Het is alweer nummer 8, als ik me niet vergis, van de serie genaamd Liefde, de grootste kracht van het universum. Voordat ik van start ga, wil ik even melden, een beetje logistieke melding, namelijk het regent regelmatig vandaag. En het zijn soms harde buien tussendoor en dan stopt het weer of dan wordt het weer wat motregen. Dus als je wat ruis hoort en als je hoort dat ik automatisch luider ga praten, dan weet je waardoor het komt. Als het echt te erg wordt, dan pauzeer ik even en doe ik de deur weer dicht. Anyway, het is belangrijk om het te weten. Waarom? Omdat bij mij namelijk klinkt het keihard de regen, klettert het op de daken. En jij hoort misschien maar een ruis op de achtergrond. Dus vandaar dat ik even op wil attenderen, zodat je daar in elk geval weet van hebt. Goed. Hier waren we geëindigd. En dit hebben we ook al behandeld. Dus ik ga verder. Het is wel even belangrijk nogmaals, want het komt straks terug. Ideaal is het dus voor degene met een sterker geloof, over die gaat het natuurlijk in die zin, om geen vleesgerechten te eten of wijn te drinken. Nog iets waaraan de broeder, die een zwakker geloof heeft, zal ik maar zeggen, zich stoot of wordt verstrikt of zwak is. Hele foute boel, want dat toont dus geen liefde. Dan kan je wel meer geloof hebben ontvangen, maar het toont geen liefde. Dat is het probleem. Goed, we gaan verder met hetzelfde onderwerp. Laten we even Efeze 5 vers 1 2 lezen. Word dan nabootsers van God. Nabootsers van God. Als geliefde kinderen. Namelijk, wij waren eerst geliefd door God. Hij had ons eerst lief. En wandel op grond daarvan uiteraard in de liefde. Zoals ook Christus jullie lief heeft. En zichzelf voor ons overlevert. Als offergave en slachtoffer aan God tot een aromatische geur. Die aromatische geur spreekt in feite van de opstanding. Want dat is wat stijgt. De opstanding stijgt naar de hemel en dat geeft de lieflijke geur in feite. Zo kan je het zien. Goed. Ik hoef hier denk ik niet meer zoveel te zeggen. Alleen die zoals is belangrijk, hè. Hij is ons voorbeeld. Christus is ons voorbeeld. En zoals hij ons lief heeft en zichzelf voor ons overlevert, nota bene, zo mogen wij ook wandelen in de liefde. En wat bedoel ik daarmee? Laten we verder lezen. Romeinen 15 vers 1, 2. En wij, de machtigen, wordt genoemd, dat zijn degenen met een sterker geloof, die een sterker geloof, een grotere mate van geloof, hebben ontvangen van God. Dat is het dus, hè. Wel, wij zijn verschuldigd, nota bene. Verschuldigd. Om de zwakten van de onmachtigen, degene met minder geloof, te verdragen. Te verdragen. En niet onszelf te behagen. Ja, deze is een stevige, hè. Laten ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot opbouw. Immers, liefde bouwt op. We gaan deze passage straks weer tegenkomen met wat extra toevoegingen. Niet in de passage hoor, eronder. Goed, we gaan verder. Het begint weer keihard te regenen. Unbelievable, het gaat en het komt. Interessant. Goed. Misschien is dit de dag van de wegrukking, hè? Erg bewolkt hier. Maar goed, grapje. De vraag weer, hè? Dit zijn teksten die ik al eerder had behandeld in deze serie. Houdt God van zijn volk Israël? Ja, toch? Hij heeft zijn volk lief. Agape liefde. Nou, laten we kijken hoe hij zijn volk lief heeft. Indien zijn zonen mijn wet verlaten, zegt God, en niet naar mijn verordeningen gaan, indien zij mijn statuten ontwijden en mijn instructies niet in acht nemen, dan zal ik hun overtreding met een
knuppel tot het gericht brengen en hun verdorvenheid met besmettelijke plagen. Maar mijn vriendelijkheid zal ik niet van hem wegnemen en ik zal niet in onwaarheid handelen met mijn trouw. Psalm 89 vers 30 tot 33. Hopelijk, nu we de principes regelmatig doornemen, snap je dit beter. Natuurlijk is liefde niets ontziend. Echte liefde. Echte liefde behaalt zijn doel ten koste van alles, maar dan wel met het doel om alles naar veel hoger plan te tillen. Om alles te laten genieten van het hoogst haalbare aan glorie en heerlijkheid. Dat is de reden en dat is de motivatie van agape liefde. Dus dan ga je op korte termijn stevige maatregelen nemen en niet uit de weg gaan. Zodat je later jouw heerlijk doel kan bereiken met dezelfde mensen. Dat is hoe God dat aanpakt. Weer de bekende teksten die ik al eerder heb behandeld. Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon. Hopelijk is het nou echt duidelijk nu, hè? Je snapt nu waarom je je zoon haat wanneer je de roede spaart, hè? Vooral in deze tijd waarin we leven. De tijd waarin het tikken geven van kinderen uit den boze is. Er is zelfs een anonieme lijn waardoor je de regering kan bellen. En als je tik hebt gegeven aan je kind, dat jij wordt opgepakt. Oh ja, met andere woorden, we leven in een hele lastige tijd. Daar ben ik me van bewust. Maar het staat hier, wie zijn roede spaart, haat zijn zoon. Maar wie hem dus lief heeft, tuchtigt hem reeds vroeg. Hoe vroeger, hoe beter. Want kleine kinderen brengen kleine problemen. Maar grote kinderen brengen grote problemen. Dat weet je al. Dit is Spreuken 13 vers 24. Nogmaals, laten we even verder gaan. 29 vers 15. Dan zal ik het nog een keer herhalen. Roede en bestraffing geven wijsheid aan wie? Aan degene die de roede krijgt en die bestraft wordt. Die wordt wijs. Het werkt corrigerend. Maar een aan zichzelf overgelaten knaap, geen roede gehad, hè? Geen nee gehoord in zijn leven. Die maakt zijn moeder te schande. Op welke manier? Omdat er geen ruggengraat is gekweekt. Er is geen weerstand gekweekt tijdens het opvoeden. Die weerstand is van onontbeerlijk belang. Dat is het punt. En deze weerstand is zo fundamenteel belangrijk om wijsheid te krijgen, dat als je het ook maar niet alleen achterwege laat, maar zelfs te weinig zou geven, dan krijg je iemand die tot volwassenheid is gegroeid. Daar heb ik het over het lichaam en misschien ook het brein tot op zekere hoogte. Maar die persoon kan het woordje nee niet verdragen. En dan gaat hij gekke dingen doen. Of dan gaat zij gekke dingen doen. Hele gekke dingen. Dingen die je in de krant leest. Die gekke dingen. Dus dingen die je in aanraking brengen met de sterke arm van de overheid. En met de gevangenis. Die dingen bedoel ik. Dus het is zo logisch om vanaf de jongste mogelijke leeftijd te beginnen. Zodra dat kind, terwijl je merkt dat het kind zich bewust van is dat hij of zij iets verkeerd doet. En hij kijkt naar je, wat je gaat doen. Daar moet je de grenzen gaan stellen. Je weet het al, volgens mij is het niet nieuws. Maar dit is een betoon van liefde. En dan heb ik het over agape liefde. Gericht op de glorie en de heerlijkheid van de persoon in kwestie op de lange termijn. En daarom ga je op de korte termijn de pijn van discipline aan. En het doet jou als ouder ook pijn, natuurlijk. Maar je ondergaat die pijn vanwege het belang van het kind wat later volwassenen wordt op wijsheid zal krijgen. Daardoor. Weer deze tekst. Hè. Wee, Assyrië of de Assyriër, de knuppel van mijn boosheid.
En hij is een roede voor Israël, namelijk eerst in de dag van mijn verontwaardiging. Dit heb ik al uitgelegd. Ook hier spaart God de roede niet voor zijn volk. Vandaag de dag is Israël nog steeds verblind. Dat weet je toch? Israël is verblind en erkent Jezus absoluut nog steeds niet als hun Messias. Dus straks na de wegrukking, wanneer God zijn programma met Israël gaat vervolgen, dan gaat God de roede gebruiken. Jazeker, dat is onontbeerlijk. Dus hij gaat het eerst gebruiken voor zijn eigen volk. Hij begint in eigen huis, zeg maar. En daarna gaat hij over tot de rest van de natieën op aarde. Wanneer zijn volk reeds hem heeft zien komen en in rouw en in zak en as is gezakt. En gaat erkennen dat hij de Messias is. Dan gaat God verder met de natieën die Israël verdrukt hadden. We gaan verder. Romeinen 13 vers 8 tot en met 10. Waar staat: wees aan niemand iets verschuldigd dan elkaar lief te hebben. Het is een verschuldiging dus. Het is een schuld. Want wie de ander lief heeft, alsjeblieft, die heeft de wet vervuld. Zo simpel is dat nou. Want de wet wordt samengevat in dit woord. In het: jij zal jouw naaste lief hebben als jezelf. De liefde bewerkt geen kwaad voor de naaste. Logisch niet. Daarom is de liefde de compleetmaking van de wet. En dat is precies wat Jezus heeft getoond toen hij op aarde liep. Toen al, toen hij een dienstknecht was van het huis van Israël. Toen al heeft hij getoond en daarmee de wet gecompleteerd door liefde te tonen. En met natuurlijk het hoogtepunt van zijn liefde was zijn lijden en sterven aan het kruis. En zijn bloed dat is gevloeid voor iedereen. Goed, hier wat in het rood staat: jij zal jouw naaste lief hebben als jezelf. Mag ik je vragen? Wat komt dus eerst? Je naaste of jezelf? Wat komt eerst? Wat denk je? Als je de principes die ik heb behandeld in deze serie goed snapt, dan weet je het meteen. Jezelf komt eerst en dan je naaste. Want als je jezelf niet eerst lief hebt, hoe kan je dan je naaste lief hebben? Weet je nog? De wet van oorzaak en gevolg. En het begint dus bij God. De wetenschap dat God zichzelf lief heeft. En daarom dat hij mij en jou ook lief heeft. En daarom mogen wij onszelf ook lief hebben. En daardoor kunnen wij onze naaste lief hebben. Zo is de volgorde. Dat is de oorzaak-gevolg relatie. We gaan verder over volwassenheid. De volwassenheid waar liefde over spreekt. Waak, sta vast in het geloof. Gedraag je als wat? Als mannen. Niet jongens, maar mannen. Wees krachtig. Laat alles bij jullie in liefde gebeuren. 1 Korinthe 16 vers 13 tot 14. Alles, hè? Alles. Laat alles bij jullie in liefde gebeuren. Laat alles bij ons in liefde gebeuren. Geliefde gelovigen. Titus 2:2. De oude mannen, let wel, dus dat zegt al over iets over volwassenheid, hè? De oude mannen moeten nuchter zijn, eerbaar, verstand tonen. Verstand tonen, gezond zijn in het geloof, de liefde en ook het verduren. Wat is het verduren? In feite is het het verduren vanwege de verwachting. Dus in feite zie je de drie gaven, de onzichtbare gaven van deze tijd,
hierin terug. Geloof, liefde en verwachting dat leidt tot verduren. Dus nogmaals, het gaat om nuchterheid, volwassenheid, hè? Oude mannen, volwassenheid. Gaat om nuchterheid, eerbaarheid. Het tonen van verstand, namelijk gezond, logisch verstand. Daarnaast ook nog gezond zijn in het geloof, de liefde en het verduren. Dat is een teken van volwassenheid. Goed. Ik moet nog diverse dingen behandelen. Oh jeetje. Oké, we gaan verder. We gaan verder. Hoe zit het met liefde voor de waarheid en liefde voor de verschijning van onze Heer en Verlosser, Jezus Christus? Hoe zit het daarmee? Heel bekend, 2 Thessalonicenzen 2 vers 9 tot 10. Daarentegen is de aanwezigheid van de wetteloze naar de inwerking van Satan met alle macht, tekenen en vervalste wonderen. Weet je nog wat ik zei? Er komen echte wonderen in na de wegrukking, maar ook valse. Dus het wordt een verwarrende tijd. Dus vervalste wonderen en met iedere verleiding tot onrechtvaardigheid. Onder hen, een bepaalde groep, die waarvan God reeds heeft bepaald dat ze verloren gaan. Waarom? Omdat God hen, ik zeg het even in mijn woorden, de liefde voor de waarheid niet heeft geschonken, waardoor ze gered hadden kunnen worden. Laat ik lezen wat er staat. Onder hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet ontvangen, waardoor zij gered hadden kunnen worden. Maar wie is de regisseur van alles? Als we het absoluut bekijken. Het is allemaal onderdeel van Gods vooraf gecomponeerde plan. Daar is het onderdeel van. Met andere woorden, hoe je het ook niet draait of keert, ze hebben de liefde voor de waarheid niet ontvangen van God. God heeft bepaald dat deze groep mensen verloren gaat. Wat betekent dat? Voordat mensen gaan schreeuwen. Verloren gaan betekent altijd in het woord van God. Het betekent verloren gaan voor een bepaald wereldtijdperk. In dit geval gaat het om het vierde wereldtijdperk waarvoor zij verloren gaan. Dat betekent dat ze niet zullen leven in het vierde wereldtijdperk. Dat is wat het betekent. Heb je hem? Oké. Dus, ze zullen weer opgewekt worden om te staan voor de grote witte troon. En ze zullen daar gericht worden, dat betekent rechtgezet worden, op grond van hun werken. Zullen zij loon krijgen. Als ze slechte werken hadden gedaan, dan zullen ze slecht loon krijgen. Slecht loon. Als ze goede werken hebben gedaan, ik zeg het even simplistisch natuurlijk, zullen ze goed loon krijgen. Zo simpel is dat. En degenen die normaal hebben geleefd, de normale mensen, die goed waren voor hun familie, voor hun gezin, ga ze maar door, die zullen loon ontvangen, goed loon, en die zullen worden overgeplaatst op de nieuwe aarde. Dat is wat ik verwacht. Maar nogmaals, zij zullen, dus degenen die hier verloren gaan, betekent verloren gaan voor het volgende aion, voor het volgende wereldtijdperk. Zo simpel is dat. Goed. Gered betekent dus ook gered voor de komende aion, hè? Voor het komende wereldtijdperk. Dat betekent gered. Oké. 2 Timotheus 4 vers 8. Daar zegt Paulus zijn laatste brief. Vlak voor zijn overlijden zegt hij: verder wordt de lauwerkrans van de rechtvaardigheid voor mij gereserveerd, die de Heer, de rechtvaardige rechter, op die dag aan mij zal betalen. Maar niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn tevoorschijn komen, hebben lief gehad.
hebben wij zijn tevoorschijn komen lief? Wel, als ik voor mezelf spreek, oh my goodness, ik kan niet wachten. Natuurlijk, hoe eerder hij ons komt ophalen, hoe beter. Uiteraard, ik wil hem zien. Ik wil dat de tijd nog sneller gaat dan dat het reeds gaat. Hoe eerder, hoe beter. Dat is zijn tevoorschijn komen liefhebben. En ik ga ervan uit dat jij dat ook hebt. Goed, ik laat het hierbij met deze slide. En de volgende keer gaan wij verder dan. Goed, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.